31 mei 2009 treft een wandelaar het lichaam aan van een jonge, naakte vrouw in het Albertkanaal bij Vizé, vlakbij de Nederlandse grens. Ze was amper 14 tot 24 jaar oud toen ze stierf. Ze is met zwaar geweld om het leven gebracht. Haar lichaam werd verzwaard met gewichten van het merk Alex, zodat het zo lang mogelijk onder water zou blijven. Ze kan 1 tot 5 weken in het water hebben gelegen. Dit zijn een robottekening en compositietekeningen die tijdens het onderzoek van haar zijn gemaakt. Zo zag ze er mogelijk uit toen ze nog leefde. Het meisje droeg ook kunstnagels met op de ringvingers een opvallend bloemenmotief. Misschien dat iemand dit motief herkent. Interpol, de Belgische politie en ons opsporingsprogramma Farouk willen deze vrouw identificeren, zodat haar nabestaanden en naasten afscheid kunnen nemen, zodat we hopelijk de mensen kunnen vinden die verantwoordelijk zijn voor haar dood. Weet u wie dit meisje zou kunnen zijn? Het meisje was tussen de 14 en 24 jaar oud toen ze stierf. Dat betekent dat ze geboren is tussen 1985 en 1995. Ze is 1,62 meter groot. Ze is atletisch gebouwd, heeft halflang blond of lichtbruin haar en een lichte huidskleur. Ze heeft een verzorgd gebit en gaatjes in haar oren. Op haar pols heeft ze een chirurgisch litteken van zo'n 10 centimeter lang. En ook op haar onderbuik heeft ze een chirurgisch litteken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het meisje al enkele jaren in de Benelux leefde, maar dat ze haar kindertijd doorbracht in Oost-Europa. Het meisje is aangetroffen in de provincie Luik, in het stadje Vizé. Daar lag ze in het Albertkanaal. De plek ligt op een boogscheut van de Nederlandse grens en vlakbij Maastricht. Dus mogelijk heeft het meisje een link met Nederland. Als u meer informatie heeft over dit meisje, deel deze info dan zeker met de politie. Elke tip kan belangrijk zijn. U kan dit bericht ook delen via sociale media.